President Chandrika Prasad Santokhi en delegatie zijn vanochtend vroeg vertrokken richting Belize. Suriname zal participeren aan de 33e reguliere tussentijdse vergadering van regeringsleiders van de Caribische gemeenschap. Het staatshoofd is tot en met donderdag 3 maart in de stad San Pedro op het eiland Belize. Minister Albert Ramdin, die het staatshoofd vergezeld, gaf tijdens een eerdere persconferentie aan wat de president precies zal doen in Belize. Een andere reis die de president eind van de maand zal maken, dat is van 28 februari naar 3 maart. Dat is de reguliere intersessional tussentijdse ontmoeting van CARICOM staatshoofden in Belize. En zoals ik zei, dat is een reguliere meeting. Dat wordt altijd rond februari, maart gehouden. Daar zal Suriname participeren. Er is een gelegenheid daar om ook bilaterale gesprekken te hebben met verschillende Centraal-Amerikaanse landen, omdat er een speciale ontmoeting zal zijn tussen CARICOM-staatshoofden en de staatshoofden van Centraal-Amerika. Inmiddels is bekend dat wij gesprekken zullen hebben, de president, in Belize met de president van Panama en een aantal andere presidenten. President Santokhi heeft voor zijn vertrek het protocol van overdracht inzake de waarneming getekend met vice-president Ronnie Brunswijk. Naar verluid is het staatshoofd rond 4 uur vanmiddag aangekomen in het Centraal-Amerikaanse land. De presidentiële delegatie keert op 4 maart terug naar Suriname.